Deze week in Telstar TV de volgende onderwerpen. Pijnekenaar Dennis Rijnvis geeft boek uit. Weg van Pijnekenaar naar Nootdorp week afgesloten. De lente ontluikt. Dennis Rijnvis geeft binnenkort zijn eerste boek 's avonds bos uit. Het verhaal is deels gebaseerd op zijn vriendengroep uit Pijnekenaar. Wij spraken af bij zijn oude basisschool en we hebben ook nog een leuke prijsvraag. Nou, wie is Dennis Rijnvis? Ik ben 32 jaar en ik ben hier opgegroeid in Pijnekenaar. Ik heb op deze school hier gezeten tot mijn 12e en daarna ben ik naar de middelbare school in Delft gegaan. En ik woonde in Klapwijk met mijn ouders tot ik een jaar of 19, 20 was. En nu heb jij dus een boek uitgegeven. Kun je daar wat over vertellen? Ja, het was eigenlijk altijd al een beetje een droom. Zelfs toen ik hier op school zat, dacht ik van, las ik zelf veel boeken. Toen nog Stephen King en zo, een beetje spannende boeken. En ik dacht, het lijkt me geweldig om dan later zelf een boek te schrijven. En de afgelopen 2 jaar, ik werd 30 op een gegeven moment. En toen had ik dat al heel lang gezegd tegen iedereen, van ik ga nog een keer een boek schrijven. En ik dacht, nu moet ik het ook wel echt gaan proberen dan. Dus toen heb ik een jaar uitgetrokken om het ook echt te gaan doen. En nu komt het uit, zeg maar. Kun je een beetje uitleggen waar het over gaat? Want ik heb gehoord dat het ook een beetje gebaseerd is op een Pijnekenaarse vriendengroep. Ja, het is eigenlijk een vriendengroep die ik hier op deze school heb ontmoet. En we zijn heel lang met elkaar in contact gebleven tot de middelbare school. Zo'n beetje en zelfs daarna nog. En de inspiratie was een beetje, op een gegeven moment valt zo'n vriendengroep wel een beetje uit elkaar. Ik dacht toen van, wat zou er nou moeten gebeuren? Wil zo'n vriendengroep echt aan elkaar verbonden blijven? En dat is een beetje het uitgangspunt van de thriller die ik heb geschreven. Er gebeurt nogal dramatisch iets. Bij een spel in een bos verdwijnt een meisje. En de jongens die met haar speelden, die worden daar voor verantwoordelijk gehouden. Die worden daar ook voor veroordeeld. En daardoor blijven ze eigenlijk hun hele leven met elkaar verbonden. Omdat ze altijd beweren onschuldig te zijn. En ze willen eigenlijk samen ophelderen van wat er toen in dat bos precies met dat jeugdvriendinnetje gebeurd is. Die ze nooit meer hebben gezien daarna. Is het een beetje autobiografisch of niet? Ik zeg wel van, je denkt wel eens, in je jeugd doe je altijd wel eens iets stoms. Bijvoorbeeld iemand een keer opsluiten of ergens een fikje stoken en zo. En dat loopt altijd goed af en bij mij ook. Maar ik dacht wel later van, er zijn altijd wel een paar dingen waarvan je achteraf denkt van, wat als die nou net uit de hand waren gelopen? Wat als het nou helemaal verkeerd was afgelopen toen? Hoe had het dan van invloed geweest op de rest van je leven? En dat is een beetje het idee van het boek. Maar het is niet zo dat ik zelf een misdaad op mijn geweten heb of iets. Komen er nog plekken in Pijnekenaar in voor? Nee, ik heb het boek zich laten afspelen niet in Pijnekenaar. Omdat ik zocht naar een spannende locatie waar mensen ook anderen konden ontvoeren. Weg van de buitenwereld, zeg maar. Dus het speelt zich uiteindelijk af wel in Nederland, maar in de Mergelgroeves in Limburg. Een complex onder de grond met hele donkere gangen. En dat is een beetje de locatie waar het boek zich afspeelt. En hoe ben je zelf ooit op het idee gekomen om echt te gaan schrijven? Ja, wat ik al zei, ik heb me altijd wel laten inspireren door Stephen King, Roald Dahl. Het leek me altijd geweldig om een boek te schrijven waarmee je mensen gewoon even uit hun gewone leven kan wegtrekken. En even alles om hen heen kan laten vergeten. Dat leek me altijd geweldig. Als je gewoon een verhaal schrijft waar mensen zich een beetje in kunnen verliezen. En ja, vandaar dat ik dat ook uiteindelijk ben gaan doen. Binnenkort komt Dennis zijn boek signeren bij jullie. En dat doen jullie wel eens vaker. Wat is het idee daarachter? Het idee daarachter is dat wij lokale schrijvers willen stimuleren. Om boeken te schrijven. En wij vinden het dan leuk om een middag te organiseren. Waarbij ze ook kunnen signeren en hun verhaal erachter vertellen. Want vaak zit er ook een ander verhaal achter dan men weet. Dus, verkopen de boeken van Pijnekenaar ook goed? Hartstikke goed, ja. Ik denk, lokale boeken zijn altijd leuk. Boeken over Pijnekenaar. Maar ja, Dennis Rijnvis is natuurlijk wel even een ander verhaal. Is het een belofte? Hij wordt neergezet als een heel goed schrijver bij een grote uitgeverij. Dus daar zijn we ook heel trots op. Ik ga op zaterdag 16 maart bij Van Alten signeren inderdaad. Het lijkt me heel leuk om dan wat oude Pijnekenaren te zien die ik nog ken uit mijn jeugd. En om dan boeken voor hen te gaan signeren inderdaad. En daar heb ik wel veel zin in. Staan er nog meer boeken op de planning?
Ja, ik heb zelfs al een contract gekregen voor een tweede boek. Ja, dat was wel leuk, omdat er waren uiteindelijk 3 uitgevers geïnteresseerd in mijn boek. Dus ik kon zelf nog kiezen. En deze uitgever bood me dan aan omdat ik ook na dit boek nog een opvolger mag schrijven. Dus dat is erg leuk. Hoe komt het dan dat je zo gewild bent? Nou, dat weet ik niet. Dat is moeilijk te zeggen. Ik bedoel, ik denk dat veel mensen het verhaal spannend vonden en goed bij de uitgevers. Maar je moet altijd maar afwachten of de lezers het ook spannend vinden. Hij komt hier signeren de eerste dag van de Boekenweek. Dat begint op 16 maart. En dat zal dan 's middags zijn van 2 uur tot 4. Wil je een exemplaar van mijn boek 's avonds bos winnen? Beantwoord dan de volgende vraag. Op welke basisschool in Pijnakker heb ik gezeten? En stuur je antwoord naar het onderstaande adres en maak kans op een exemplaar van mijn boek. Van zaterdag 9 maart tot vrijdag 15 maart is de Oude Weg en de Noordweg helemaal afgesloten voor doorgaand verkeer tussen Pijnakker en Nootdorp. Door slecht weer is de conditie van de weg de laatste tijd sterk verslechterd. Om de weg weer verkeersveilig te maken, moet de gemeente de verzakkingen en scheuren repareren. Automobilisten kunnen omrijden via de A12, de A4, de A13 of de N470. Het fietspad blijft wel gewoon in gebruik. De lente doet zijn best en afgelopen dinsdag was er zelfs een warmterecord. Nooit was het op 5 maart zo warm. Wij gingen de straat op en vroegen naar het ultieme lentegevoel van de mensen op straat. Wat is nou uw ultieme lentegevoel? Nou, dat is voor mij heerlijk in het zonnetje in de tuin zitten en dan de sneeuwklokjes en de krokusjes weer opzien komen. Dat geeft mij echt het ultieme lentegevoel. En ik hoop dat dat heel lang mag duren. Dus u heeft al een beetje de lentekriebels? Ja, inderdaad. Ik ben al volop in de tuin bezig. En als het even kan, dan ga ik lekker buiten zitten. Dus dat geeft de mensen weer moed na die lange, grauwe winter. Wat is uw lentegevoel? Heel goed gevoel. Mooi zonnetje. Lekker warm. En iedereen is blij nu. Iedereen is vrolijk. Is het een beetje lentekriebels? Jawel, natuurlijk. Dat kan toch niet anders. Nou, zo lange kou. Wat is uw lentegevoel? Mijn lentegevoel is dat ik vanmorgen de was buiten heb kunnen hangen. Daar word ik heel blij van. Wat is nou uw lentegevoel? Nou, het heerlijke gevoel is weer dat het dat je weer vrij voelt, weer opgewekt. Alles weer. Heb je echt zin in? Heerlijk, ja. Echt. Nou ja, belofte dat alles weer lekker warm en gezellig wordt. En, ja. Je hebt er zin in? Hoopvol, optimistisch, ja. Ja. Dat betekent vrolijkheid, blijheid. Hopen dat we met z'n allen gezond blijven, vooral als je wat ouder wordt. En genieten van wat het leven nog te bieden heeft. En dan denk ik dat dat heel belangrijk is. Het wordt gestimuleerd door zo'n zonnetje. Het idee dat we vanmiddag naar Delft gaan fietsen, dat we op een terrasje gaan zitten, dat is een voorrecht. En dat gun ik eigenlijk iedereen. Wat is jouw lentegevoel? Mijn lentegevoel is dat we zaterdag een lentefair organiseren. Wat houdt het in? Daar staan 15 ondernemers met allemaal leuke, gezellige, kleurige lente spulletjes. En dat is bij Theo van der Helm, Sanitair en Tegels.